Hallo lieve mensen en welkom terug op het Hogeschool van Amsterdam YouTube kanaal. Ik ben Jane en vandaag wil ik wat issues met jullie over de eerste schooldag bespreken. Nog maar even en dan beginnen de scholen weer. En iedereen kijkt toch altijd een beetje op tegen de eerste schooldag. Iedereen heeft hier altijd bepaalde verwachtingen van, maar ze zullen altijd anders uitpakken. Je komt in een nieuwe klas met nieuwe mensen terecht, bent bang dat ze niet leuk zijn of dat je SLB'er stom is. Deze verwachtingen wil ik vandaag met jullie bespreken. Expectations versus reality, de eerste schooldag. Expectations versus reality 1. Nieuwe mensen in je klas. Of je nou voor het eerst aan een opleiding begint of al verder in je studie bent, een eerste schooldag blijft spannend. Een hele nieuwe klas met allemaal nieuwe mensen waarin jij je plekje moet vinden. Je verwacht dat jij de enige bent die super zenuwachtig is omdat je een goede eerste indruk wil maken. En dit heel erg aan je te zien is. Dat je aan het stotteren bent als je praat of dat je trillende handen hebt. In werkelijkheid is elke persoon in de nieuwe klas wel een beetje zenuwachtig. Want het is nou eenmaal spannend om een grote groep nieuwe mensen te leren kennen. Iedereen zal dit anders uiten. De een heeft grote praatjes en de ander zit muisstil in een hoekje. Mijn tip, wees gewoon jezelf. Zo leren deze nieuwe mensen jou direct kennen zoals jij bent. En dat zullen ze alleen maar waarderen. Expectations versus reality 2. Kledingkeuze. Voor de eerste schooldag wil je er natuurlijk wel spetterend uitzien. Je verwacht dat je al weken bezig bent met het bedenken van je outfit. En als het dan werkelijk zover is, verschijn jij op je eerste schooldag als een diva of een ster. In werkelijkheid word je iets te laat wakker, waardoor je moet haasten en eindig je in een slobber t-shirt en een spijkerbroek die toevallig nog over de bedrand in je slaapkamer hingen. Mijn tip, trek gewoon iets aan waar je je comfortabel in voelt. Is het een spijkerbroek en een t-shirt? Prima! Een rokje en een leuk blouseje? Doen! Door iets te dragen waar jij je prettig in voelt, zul je dit ook uitstralen. Wat voor anderen ook fijn is, in plaats van ongemakkelijk. Expectations versus reality 3. Spetterende introductietijd. Als je voor het eerst gaat studeren, heb je vast wel eens op foto's gezien of van je oudere broer of zus gehoord hoe spetterend hun introductietijd was. Je kan niet wachten tot het moment dat jij als jongvolwassene de stad van jouw studie gaat ontdekken, samen met jouw nieuwe studiegenoot door middel van kroegentochtjes en leuke feestjes. In werkelijkheid is het op de HVA ook echt zo. Op de Hogeschool van Amsterdam hebben we namelijk Kersvers, het introductiefestival voor alle eerstejaars studenten van de Hogeschool van Amsterdam. Kersvers begint dit jaar op donderdag 31 augustus om 9 uur. In het ochtendprogramma kun je allemaal activiteiten doen om de stad Amsterdam beter te leren kennen. Al deze activiteiten zijn gratis. Denk hierbij aan roeien door de Amstel, condomologie, een vossenjacht, een workshop salsa dansen en lekker chillen in het Vondelpark. Perfect om de stad zelf en nieuwe mensen te leren kennen. Voor deze activiteiten moet je je wel van tevoren inschrijven en dat kan op de website van Kersvers zelf. Een linkje staat hier beneden in de beschrijving. Dit is nog niet alles. Op 1 uur begint op het Wiebuithof het Kersvers Festival. Hier vind je allemaal leuke standjes met studieverenigingen, studentenverenigingen, lekker eten en goede muziek. Vanaf 5 uur komen er toffe artiesten zoals Fato Gonzalez, Puinhoop Collective en Cass Major. Ook dit is helemaal gratis en duurt tot 8 uur. Perfect om met de mensen die je bij de activiteiten hebt ontmoet een lekker biertje te gaan drinken en los te gaan. De volgende dag, vrijdag 1 september, zijn er vanaf 3 uur sportactiviteiten op het Science Park in Amsterdam. Om het alcohol van de vorige dag eruit te zweten. Dan, als je helemaal bent bijgekomen van het sporter, is er als afsluiting een groot Kersvers eindfeest in de Westerunie in Amsterdam. Dit duurt van 10 uur 's avonds tot 5 uur 's ochtends. Als dat geen goede afsluiting is, dan weet ik het ook niet meer. Kaartjes hiervoor zijn te krijgen via de website. Wees er snel bij, want ze gaan razendsnel. Ik ben vorig jaar ook op Kersvers geweest en het was echt fantastisch. Wij van het YouTube-team zullen er dit jaar ook zijn, dus ik hoop je daar te zien. Klik hier voor tips van Joey over je eerste schooldag. En klik hier om te abonneren. Dan wens ik je nog een fijne dag toe en hoop ik je volgende keer weer te zien. Doeg!